zoals jullie weten zijn wij dus gerust wel druk bezig met het bellen van iedereen en zorgen dat alles goed is geregeld. Althans, zo goed mogelijk geregeld. Mieke is daar aan het videobellen. Meester Jeffrey die is hier een les aan het opnemen. Ik denk een spellingles. We gaan even kijken. Hij weet ervan hoor. We gaan heel zachtjes naar binnen. We gaan niet storen. Maar dan kunnen jullie een keertje kijken hoe dat in zijn werk eraan toe gaat. Je moet hierbij. We zijn alleen maar aan het herhalen. Dus we hebben net de klanken, hè, korte, lange klank, twee tegenklanken geoefend. We hebben zingwoord geoefend, we hebben gehakt. We hebben genoeg herhaald, er is nu tijd voor het dictee. Zijn jullie er klaar voor? Het eerste woordje is de taart. Dag meester Jeffrey. Hallo. Hoe gaat het met het opnemen van de les? Ja goed, we zitten midden in het dictee, dus dat. Is het nou leuker met of zonder kinderen? Het is echt wel leuker met kinderen. Moet je ook maar kijken, ik praat tegen niemand. Oh, nu praat ik tegen mijn camera aan. Dat is toch saai? Ja, zeker. Zeker. Maar ja, nog eventjes. We doen wat we kunnen. Precies. Nou, ik ben weer even bij mijn ouders. Het is Goede Vrijdag. We zijn even aan het eten. Zet hem op, jongens. Nou, mijn ouders hebben zo'n bakje opgehangen voor de vogels. Of zoals ze hier zeggen, veren vegels. Vorige keer hebben jullie een stukje van het huis van mijn ouders gezien. En dit is het uitzicht vanaf zolder. Zo weten jullie een beetje. Zien jullie nog een stukje van de plek waar ik ben opgegroeid? Het was altijd lekker dicht bij de bus. Nou, hier is de leukste dag van de week. Het is namelijk tosti-dag. Nou, die ga ik lekker opeten, dus ik wens jullie een fijne dag en ik zie jullie later weer. Doei! En dus jullie hebben ook allemaal huiswerk. En dat gaat ook anders dan normaal. Ik moest normaal presentaties geven. Nou, natuurlijk ook veel boeken lezen, veel typen. Maar de presentatie zou ik dan in het echt doen en dat moet ik u allemaal filmen. Dus ik ben allemaal presenteerfilmpjes aan het maken. Een beetje net als de lessen die we dan voor jullie filmen. Maar dan voor mijn studie. Ik heb een heel torentje moeten bouwen waar ik dan mijn camera op zet. Een statief daar. We gaan bespreken welke feedback ik heb ontvangen, dus welke tips en welke tops. Net zoals we wel eens in de klas doen, hè? Bij bijvoorbeeld een presentatie. Aan de ene kant is dat wel minder spannend, zonder het publiek. En ik kan het filmpje natuurlijk net zo vaak knippen als ik wil, maar foutjes eruit halen. En elke keer dat ik zeg. Ja, aan de andere kant is het ook wel wat minder leuk. Ja, die spanning is soms ook wel een beetje leuk, denk ik. Wil ik toch nog een keertje beginnen over de leerkou. Want ik zat ook in een leerkou deze week. Ik moest namelijk bedenken hoe ik al die opdrachten voor mijn studie ging doen. Nu we elkaar niet meer zien en nu ik filmpjes moet maken. Ja, dat moet wel even op een andere manier. En dat is soms gerust wat lastig. Ja, dus toen vond ik het ook moeilijk. Hoewel ik het moeilijk vond, ben ik uiteindelijk gewoon gaan typen. En toen ging dat ook ineens heel goed. En toen kreeg ik ineens van alles op papier. En toen ging het ook steeds beter. Ook heb ik hulp gevraagd aan een docent. Dus aan mijn juf eigenlijk. Die heeft me een paar tips gegeven. En daar kon ik weer mee aan de slag. En nu heb ik de opdracht bijna af. En ik kan me voorstellen dat jullie papa of mama, of misschien iemand anders in je omgeving, ook wel eens ergens tegenaan loopt. Dat ze niet weten hoe iets moet. Misschien kun je dat eens vragen aan ze. Hoe ze dat dan oplossen. Vragen ze om hulp. Zetten ze door. Gaan ze iets anders proberen. Plan gemaakt. Vind je dat leuk om een keertje aan ze te vragen. Ik ben nu een filmpje aan het maken voor mijn studie. En ik versprak me echt een paar keer. En je ziet ook echt dat ik een beetje gefrustreerd word daardoor. Natuurlijk kan ik al die verkeerde stukjes eruit knippen en alleen het goede stukje erin laten staan. Kijk maar even mee, misschien vind je het wel grappig. Ik wil me in de toekomst meer bewust zijn van de basisgesprekken. Ik wil me in de toekomst meer bewust zijn van de basisgesprekken. Het woord basisgesprekstechnieken. Dat is misschien een leuke vogalgie een keer. Basisgesprekstechnieken. Kijk, nu kan ik het wel. Maar net kwam ik er niet uit. Nu heb je misschien nagedacht over de leerkuil. Of ben je het tegengekomen, hè? Vond je iets moeilijk. En denk je ineens van ja, Kees, dat zeg je nou allemaal mooi. Maar ik heb helemaal nog steeds niet het gevoel dat het beter wordt. Wat kan ik dan doen? Soms ben je eigenlijk al wel over de muur gekomen zonder dat je het wist. Ben je nu over de muur aan het klimmen? Misschien ben je al wel zelfs bijna uit de leerkuil. Ik heb een manier voor jullie die ervoor zorgt dat jullie er misschien meer zicht op krijgen. Die manier is door te kijken naar je PR, oftewel je persoonlijke record.
En een persoonlijk record betekent het beste waarop jij iets ooit hebt gedaan. Dat kan zijn met de snelste tijd, of met de minste foutjes, of met de meeste woordjes schrijven. Misschien heb je wel eens 6 rondjes achter elkaar over het schoolplein gerend en dan zat je record. En topsporters gebruiken het PR ook heel vaak om te kijken of ze sneller zijn geworden. En dat kun je dus ook doen met de dingen die jullie leren, dus van school, maar die jullie nu dus thuis oefenen. Weet jullie nog die lessen van het rekenlab, dat we de grafieken gingen maken? Jullie gingen in groepjes uiteen en hebben allemaal dingen gevraagd aan andere leerlingen, aan klasgenootjes, aan meesters en juffen, aan juf Ella. En daarmee hebben jullie onderzoekjes gedaan, daar hebben jullie heel veel informatie mee gevonden. Al die informatie hebben jullie in staafgrafieken gezet. Zoveel van die sport, of zoveel van dat dier, zoveel van dat eten. Maar je had ook nog een andere grafiek. Weet jullie nog? Dat was de lijngrafiek. En de lijngrafiek laat zien hoe iets verandert in de tijd. Weet jullie nog hoe het moet, zo'n grafiek maken? Dus je zet een lijn verticaal en een lijn horizontaal. Dan pak ik even een andere pen of potlood om rechte lijnen mee te kunnen maken. Lineaal is ideaal, maar het hoeft niet. Op het moment dat ik dit opneem is het 14 april, dus dat schrijf ik hier onderaan op. Stel dat ik nou straks een bladzijde van rekening wil maken en ik denk van nou, ik heb er niet zoveel zin in en ik stel het steeds een beetje uit, maar ik wil het nu heel snel doen en ik ga kijken hoe snel ik dat kan. Dan ga je van tevoren nadenken hoe lang je denkt erover te doen. Misschien 5 minuten, een kwartier, een half uur, een uur. Realistisch, bedenk een tijd die je wel kan. Ik denk dat ik het vandaag wel kan in een minuut of 20. Ik schrijf een ronde, 20 minuten. 20 minuten, dan kort ik het mooi af. Dan ga ik nu even een werkje maken en dan ben ik zo terug. Zo, dan ben ik weer. Ik heb mijn werkje gemaakt in 21 minuten. Dus dat is wel iets langzamer dan ik eerst had voorspeld. Maar dat is niet erg. Dan schrijf ik hier het aantal minuten op. Ik kan natuurlijk niet elke minuut opschrijven, dus doe ik het in stapjes van 5. Dit is 0 minuten, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten. 20 minuten, 25 minuten, 30 minuten. En ik weet van mezelf dat ik nooit langer dan een half uur over doe. Dus daarom hoef ik het ook niet langer dan een half uur te doen. Mocht je denken van nou, ik doe er wel eens langer dan een half uur over. Misschien zelfs een uur. Dan maak je de grafiek gewoon langer. Ja, dat is geen probleem. Dan ga ik even kijken. Ik heb er 21 minuten over gedaan. Dus ga ik zoeken naar de 20. 20. En dan is de 21 iets hoger. Lijn doen, 21. Heb je gezet? Dus iets hoger dan de 20, dus 21 minuten. Daar heb ik een stip gezet. De volgende keer dat je een werkje gaat maken, schrijf die datum daar. Datum, het mag ook iets anders zijn. Wat mij betreft teken je favoriete dier. Dus de volgende keer ga ik een leeuwtje tekenen. Oké, de volgende keer dat ik het werkje maak, dan ga ik denken van, deed je vorige keer 21 minuten over. Ik ga nu proberen het iets sneller te doen, dus zeg ik weer 20 minuten. Dan schrijf ik erop. 20 minuten. En dan ga je weg, je gaat je werkje maken, je komt erachter dat je nu maar 15 minuten bezig was. Dan teken je dus een stip bij de 15 minuten. Heb ik het nou sneller gedaan dan vorige keer? Ja, want als ik nu een lijn trek tussen de stipjes, kijk maar, dan zie je dat de lijn omlaag gaat. Zo zie je dus van, ik ben dus steeds sneller geworden, want ik doe er steeds minder minuten over. Zo doen sporters het dus ook, of het nou zwemmers zijn of hardlopers, ze doen een oefening en ze kijken daarna op een horloge of op een stopwatch. Hoe lang ze erover hebben gedaan, over een rondje bijvoorbeeld, of over een bepaald aantal banen zwemmen. En dan gaan ze elke keer kijken, ben ik nou ook sneller geworden dan de vorige keer? Dit noem ik ook vaak in de klas, hè? Eigenlijk noem ik dat dan een wedstrijdje met jezelf. Dus je kijkt of je beter bent geworden of sneller bent geworden. En we hebben al geleerd om hele mooie grafieken te maken. Nou, misschien kun je dat ook zelfs hiervoor gebruiken. En dan ga je eens kijken, word je nou beter? Als je nou denkt van, ik doe er nu elke keer net zo lang over als de vorige keer, of misschien zelfs langer. Dan moet je dus gaan nadenken over het plan. Weet je nog, van de vorige keer van de leerkamer? Wat hierbij belangrijk is, is dat je dus gaat zien hoe lang je ook over iets doet. Of over hoeveel foutjes je maakt. Of over hoeveel woorden je opschrijft. En je kan dus zien of je ergens beter in wordt. Soms heb je het gevoel dat je ergens maar niet beter in wordt. Maar is het wel zo? En dit is een manier om dat in beeld te krijgen in een mooie grafiek. Ook leer je er sneller van nadenken. En je leert ook steeds om beter en sneller de juiste trucs en strategieën toe te passen. Dat snelle denken en leren, dat kun je ook oefenen met andere dingen. Bijvoorbeeld met sporten of je kamer opruimen. En dan zul je zien dat het elke keer wat sneller gaat. Mocht je hier vragen over hebben of mocht ik hierbij kunnen helpen, dan hoor ik het graag. Dit was weer mijn vlog voor deze keer en ik zie jullie.